naar een grote land ging en ja, opeens vast stond. En ja, toen toch zoiets had van, ga het maken maar in, God zal het maken. Thank you.
Dit is de Roezelbus. Ik ga het heel even uitleggen, dan kan ze volgens mij veel beter zelf. En als je niet weet wat je opgeschreven hebt, kun je het aflezen. Oké. Nou, ik ben niet zo goed in het uitleggen, daar ben ik Russen. Maar in ieder geval, het hoesje heeft ook inderdaad een beetje een betekenis. Het eerste wat opvalt aan het hoesje zijn simpels. En dat moet eigenlijk water voorstellen. Water waarin iets gegooid is en daardoor ontstaan kringetjes, eerst kleintjes en die worden steeds groter. En dat worden er ook steeds meer. En dat kun je eigenlijk ook een beetje zien als ons geloof, getuigenaren zijn. Dat begint ook klein. Het begint bij jezelf, dus kleinste kringetje. Maar hoe meer je daarover gaat praten en zingen, hoe meer kringetjes erbij komen. Dus hoe meer mensen daarover getuigen zijn. Ja, en dan staan er ook nog een paar anderen. Maar ja, dat spreekt voor zich, want we doen het toch met elkaar. Thank you.
Er was namelijk een geloof aan verbonden. Als je kocht, heb je kans dat het gratis geeft. En ons Nederland is bijzonder. Niet te stuiten, niet te sturen.
Thank you.
Zeker, hartstikke bedankt. Hebben we de diverse talenten. Zo af en toe word ik wel mee geconfronteerd als mensen dan zeggen van ik ben meisje van Spotten, wie dit geeft een goede deur komen zeggen. Nou, dat heeft goed gezien. Die zeggen wel, maar nee, dat zien ze zelf goed. Dat is ook zo. Er zit meer talent in het koor, ook op dit moment, dan dat mensen misschien wel zelf vermoeden. En zo af en toe borrelt er dan wel eens iets naar boven toe. Heel bescheiden. Zoiets van, ja, ik weet het. Zo, denk ik altijd maar. Kom op, meid! Een van die talenten willen we graag jullie voorstellen. Ina. I will wait on you.
zwaar toe, hè? Nou, kijk of ik nou lachen hoort voor jou. Take me to higher ground. Ja, wat een piano in hè? Ja, goed. Thank you.
Nou, hun hebben lol, maar wij hebben ook veel lol gehad. Tenminste, ik heb genoten jullie ook. Ja. Nou, we hopen dat jullie ook hebben genoten, dat jullie ook genoten hebben voor deze avond. En veel CD's hebben gekocht natuurlijk, dat hopen wij ook altijd. Maar voordat we naar huis gaan, wil ik graag veel mensen bedanken. En er zijn heel veel mensen die veel voor ons hebben gedaan voor de CD. En ja, de laatste tijd hebben we extra dingen gedaan. En heel veel